welkom! Bij Dynamite Magic Shop product update nummer 150! Woehoe! Feest! Nou, we doen een feest staan, René. Laten we meteen goed beginnen. Een pan! Met droge doekjes. Ik denk, dan krijgen we een fles bier of zo, maar nee. Verschillende kleuren doekjes. Of verschillende, zwart is eigenlijk geen kleur, hè? Daarop. Zwart. Rood. En? Goed zo. Ja, nog meer rood. Ja. Aardbeien. Het mooie is, omdat het de 150ste aflevering is, knippen we gewoon even in de vingers. Dan zeggen we even een magische toverspreuk. Abracadabra, simsalabim, wat heb je tegen me ook gesproken is. En dan raad je door wat er gebeurt. Nee, kijk eens hier. Vers. Van de bakker. Oh, lekker. Oh, lekker. Oeh, nog warm zelfs. Nou. Bam! Super, ja. Dit is onze super deluxe. Pak hem er even bij, die pan nog. Pak hem er even bij. Ja, maar de super deluxe duivenpan. Waarom is die super deluxe? Hij is speciaal voor ons gemaakt. Niet dat hij dat super deluxe maakt. Maar hij is van staal. Roestvast staal. Hoog gepolijst. Hij heeft een voetje. Dat vind ik persoonlijk wel handig. Ook als je een handwerk dat je kunt vasthouden. Dat je altijd, ja, het kan me dus voorkomen dat je deksel even niet zo handig gaat en dan heb je altijd het voetje. Nou, ik zou zeggen, er zijn pannen die heel licht zijn en als je een hele lichte lading hebt, dat je doek tevoorschijn zou halen. Dan heb je als dat je de deksel wil, til je heel de pan op. Dat kan hier niet gebeuren. Dus ik heb ook niet nodig, want deze opent eigenlijk makkelijk. Binnenkant dus ook mooi afgewerkt. Ja, gaat een leven lang mee. Plus, je zal het wellicht opgemerkt hebben, er zijn doeken ingegaan en toch sluit alles mooi aan. Er is ruimte voor een paar millimeter, een halve centimeter materialen die je er eerst in stopt voordat het verandert. Nou, normaal kun je natuurlijk met vuur doen ook, hè? Flespapier en zo. Dat wilden wij even niet doen, omdat we het even, hadden we kunnen doen, maar dat doen we even nu niet. Maar je kan natuurlijk flespapier gebruiken, dat is nog voor een spectaculairder effect. En het mooie is, de taart zit er niet bij, nee, maar je kunt er alles tevoorschijn toveren wat je wil. Ja, wat erin past. En de maten vind je gewoon op de website ook. Dus ja. En deze pan kost €119,95. Prachtig gemaakt. Yes. En als je geen tijd hebt om te koken, met de pan, hop. Ja, en één keer aanschaffen van €120. En dan ben je klaar om klaar te worden. Ja, maar, 150ste aflevering. Ik zag het vanmorgen, toen ik het opschreef op blad als programma van vandaag, zag ik 150. Want twee weken geleden hadden we de 150ste livestream. Dat is niet zo uitgekind, hè? Dat het zo... Nee, en nu is het de 150ste update. Nou, hier hebben we iets langer over gedaan. Volgens mij lopen deze van 2013 of 2014. De livestream is 2021, dus die gaan iets sneller, elke twee weken. Deze, zoals je gemerkt hebt, niet zo snel. Hè, we hadden deze ook niet echt wel gepland staan, maar niet op deze dag. En toch zeiden we, we moeten iets doen. Maar het is gelukkig lekker druk de laatste tijd. Dat is echt zo. Ja, dat is wel fijn. Maar daardoor krijgen we voor dit soort dingen geen tijd. Dus we zeiden tegen elkaar, wat nou als we dingen pakken die we niet super uitgebreid hoeven oefenen. Geen kaartroutines waar je alles voor moet onthouden. Dat gaan we deze update laten zien. Nou ja, proberen. Ik zie hier in mijn ooghoek al iets staan. Et voilà. Een ezel. Die balk niet, maar die is wel een balk. We hebben een grote map. En ik ga nog niet laten zien wat erin zit. Maar ik ga wel vertellen wat erin zit. Okay, ik ben benieuwd. 31 vakantiebestemmingen. 31 vakantiebestemmingen. Allemaal genummerd. Ik ga ze meteen laten zien. 31 betekent maximale dagen in een maand. 31. Nou, normaal beschrijven ze de routine dat je mag gaan voor, vraag je toeschouwer, de geboortedag. Dus als je stelt 25 juli, dan pak je 25. Nou, wij zouden dit natuurlijk voorbereid kunnen hebben, want ik weet bijvoorbeeld Leons geboortedag is 9 oktober. Ja, 9. Dus dan zou ik al iets stiekems gedaan kunnen hebben met 9. Daarom pakken we het anders. We gaan Leons geboortedag pakken 9. En Leon, jij mag dobbelen met 1 of 2 dobbelstenen. Je mag kiezen. Met 2. Dus heb je die andere van niks erbij gepakt. Dan gaan we erbij optellen. 6 en 5 is 11. 11, ja. 11. Plus 9 is. 30 als het goed is, hè? Nou, dat niet. Nee, dan ben ik zo slecht in tellen. 11 en 9 is 20. We gaan even om het spannend te houden. Bent, op zoek naar. Dat is vroeg in de morgen, zeg. Niet Tokio. Niet Yucatan. Yucatan, hoe noem je niet Venice, maar. Want alles wat jij gekozen zou kunnen hebben, heb jij gekozen.
20. 20 is New York. Oh, dat was ik vorig jaar toevallig. Ik heb hier mooi. Een meneer, mag ik gaan? Zit alles in je zakje al? Er zat er geen ticket bij of zo. Want in deze envelop zit één grote voorspelling. Eén grote voorspelling. Kijk, de envelop gaat leeg. En die voorspelling is exact ook. New York. Oeh. Leuk, leuk, leuk. Ja, en dit is super gemakkelijk. Super gemakkelijk te doen. Je krijgt hem compleet zonder de ezel alleen. Je krijgt de envelop. Je krijgt de map. Uiteraard met de bestemmingen. Kant en klaar voor gebruik. Dus je pakt hem uit. En als je doet wat wij gedaan hebben. Normaal vraag je alleen de datum. De dobbel hebben wij gedaan om echt te laten zien dat het willekeurige datum kan zijn. Dan heb je dit resultaat. Het heet Birthday Traveler en kost €143,95. Maar het is wel mooi gemaakt, degelijk gemaakt. Gaat een leven lang mee. En dan kan ook lekker groot uitspelen op een groot podium. Dus, ja, een bouwer. Maar ook klein, ja. Je kan dit makkelijk doen. Je zou een video kunnen opnemen zelfs ergens, weet je wel. Die op het plaats op social media als voorspelling. Als je in New York bent of wat dan ook. Dat kan. Want ik voorspel dit en dit en dit. Als idee. Maar dit is Birthday Traveler. Luca Volpen. Luca Volpen. Nou heb ik hier iets leuks van, hey. Ik heb hier een zakje. En ik heb hier vijf houten fiches. Wat staat erop? L or D. L or D. Life or death. Yes. Niet Lord. Yes, dus het staat ik heb hier allemaal houten fiches van, hey. Aan alle kanten staat dus een hartje en een skelettenkop. Even dat ja, je het doodshoofd. Ja, okay, ja. Mag eens even neergooien als je wil. Zo? Ja, hoe jij wil. En dan mag je ze gewoon op tafel neergooien. Maar even voor de idee, ik heb nog een dobbelsteen, mag je er even bij pakken. Ik zal niet kijken. Eentje of twee? Eén is goed. Ja? Dan wil ik een vraag om met die dobbelstenen gewoon een nummer te gooien. Ja? Dat ze weten dat we niks afgesproken hebben. Ja? Dan wil ik een vraag om het aantal ogen wat je naar boven hebt liggen. Ja? Mag jij fiches draaien? Oké. Okay. Dus als jij bijvoorbeeld drie keer gooit hebt, mag jij drie keer een fiche draaien. Ik snap hem. Niet kijken, hè? Ja. Ja, heb ik gedaan. En als je het gedaan hebt, mag je de hand op één van de fiches leggen, zodat ik niet kan weten wat je gekozen hebt. Heb ik. Tevreden? Ja. Zeker weten? Ja, zeker. Oké, jij hebt de hand liggen op een skelettenkop. Een doodshoofd heet het. Een doodshoofd. Tadaa. En als je wil, zou je dit kunnen halen. We hebben het nou ook even met een dobbelsteen gedaan. Dan kwam je net even gewoon in de net ik bedacht, het kwam uit de lucht. Maar normaal, ja, je hoeft geen dobbelsteen te gebruiken, maar we doen het even om te laten zien dat we niks afgesproken hebben. Maar dat gaan we even uitleggen. Want normaal gesproken vraag je toeschouwer, noem een getal, en je mag het aantal dingen keren omkeren. Ja. En wij zeiden, net als bij de vorige truc eigenlijk, zei ik, weet je wat, ik pak een dobbelsteen, dan noem ik geen getal. Maar dan dobbelen, of dan noem ik dat, dan dobbelen en dan pakken we dat getal. Maar toen zei Leon, goed idee, dan hoef je mij het getal niet eens te zeggen. Ja, even voor de idee. Dat had ik dan niet bedacht en daardoor wordt je truc nog veel sterker. Goed idee. In principe. Maar wat ik wil zeggen is, ik heb de instructievideo in ieder geval gezien. René heeft er mij een keer laten zien hoe de werking is. Het is geniaal bedacht eigenlijk. Ja, precies. Dit heb ik er net even bij verzonnen. Ik weet niet of ze ook een dobbelsteen op de instructie uitleggen. Volgens mij niet, maar ik vind het geniaal. Moeilijkheidsgraad. Op schaal 1 tot 10? 1 is makkelijk, 10 is moeilijk. Je moet wel iets doen, maar dat is niet moeilijk. Ik zeg 2 of 3 is makkelijk. Daarom, daarom. Maar wat zou jij geven? Ja, ook zoiets. Zijn de fiches speciaal? Nee, je zou dit ook met kaarten kunnen doen eventueel als je zou winnen. Met bierdopjes, met kop en munt, ja. Met van alles en nog wat. Dus je krijgt dit, maar in principe kan het met alles. Het is echt een aanradertje. Serieus, dit is zo'n ding in mijn jas zou ik zo kunnen stoppen, weet je. En als iemand vraagt, je kunt het ook laten zien, zeg nou, ik kan goken, maar ik kan iets veel mooiers. Ik kan je beïnvloeden of wat dan ook. Dit is top, €29,95. Lord, van Pieter Kamp, is van de bedenker ooit van Infinity Wine. Het glas water wat in één keer wijn werd. En we hebben er genoeg, en ze gaan hard. Ja, we hebben er twee dozen bezig. Maar ze gaan goed, dat mag ik zeggen. Iets anders. Een kubus. Zou jij die kubus willen mixen? Mag ik even mixen? Ja, dat is heel hartstikke mixen. Ik heb even geleden dat ik zo'n ding
vastgehaald heb. Zoiets. En dan doen we zo. Niet oplossen, maar ik vind het wel mooi om met twee groene zo langs elkaar te doen. Hier zo, kijk. Zo, dan ben ik tevreden. Tevreden? Hoppakee. Deze gemixte kubus, die echt gemixt is, gaat in een leeg kooitje. Eerlijk, hè? Ja, ja, ja. Daarop plaatsen wij een deksel. Dat past allemaal precies zo in. Eerlijk, hè? Ja, er zit ook iets aan of niet? En dan heb ik een kettingje. Ja, want dit kettingje zorgt ervoor dat dit geheel hier zo in deze koker kan. Zo. Zie je, past hier precies zo in. En als je dit er dan doorheen trekt. Lijkt wel magie. Dan is de kubus nu volledig opgelost. Wonderbaarlijk, sorry. Compleet opgelost. Wonderbaarlijk is dit toch, of niet? Dat is, en dit is de Tora Magic Express Cube. Ja, het is een beetje een oude Tenyo die ooit hier uitgegeven is. Tunnel of Darkness, als ik het goed heb even. Ja, ook mooi gemaakt. Dus Dora, het ziet er allemaal weer keurig netjes uit. En voor de prijs hoef je het ook niet te laten. We hebben een hele scherpe prijs. €99. Is het makkelijk? Nee, ook deze is moeilijk. Nee, ook deze is makkelijk, wil ik zeggen. Je krijgt hem helemaal compleet met alles wat je nodig hebt. En het is allemaal zo geniaal bedacht als je bekijkt. Ja, maar zo'n benadering is ook makkelijk mee te nemen. Je hangt gewoon aan je sleutelbos en dan heb je zo'n blok aan je sleutelbos hangen. Ja, precies. Het is, en als je bekijkt hoe het werkt, echt. En je ziet de magneetjes en schuifjes en klepjes dat je denkt, hoe kan iemand dit zo mooi bedenken? En het werkt allemaal, het klikt allemaal aan elkaar vast. Geniaal. Kliklak. Express Cube, €99. Nou René. Nou. Ik zal even kijken, waar ga ik mee beginnen? Ik begin hiermee. Oh ja. Ik heb hier een spelletje kaarten. Yes. En het mooie van dat spelletje kaarten is, die kan ook open. Kijk. Oh, oké. Dat is toch anders dan die andere kaartspellen die we kopen. Ja. Oh, hier zit zelf een instructievideo. Zal hem even scannen. Zo, dan weten we ook hoe die werkt. En het mooie aan dit spel is, dit is een gemerkt spel. Ja. Maar daar had je waarschijnlijk niks van gemerkt. Het lijkt misschien. Als je het niet weet, dan. Ja, er staat ook My Power Deck staat erop. Ja. Dat is, het lijkt ook een bicycle, dus als je het niet opvalt, zet je My Power Deck van John of Victoria. En die heeft eigenlijk een marked deck ontwikkeld. Die je kunt gebruiken. En nou denk je, hè? Je kan elk marktdek gebruiken. Ja, klopt. Maar vaak zijn gemerkte spellen toch wel aan de prijs. Als je een ultieme marktdek zit, je gewoon een €35-40. Deze is €11,95. Dus dit zou een spel kunnen zijn waarvan je ook nog eens een kaart kunt laten signeren of vouwen of wat dan ook. Ja. En het is een one-way. Dat houdt in als je iemand een kaart zou laten kiezen. En die gaat andersom terug in het spel. Dan zou je de kaart terug kunnen vinden. Ja. Dus, en de merking zit op een andere plek. Dus als je bijvoorbeeld schoppen 6 hebt, zoals deze bijvoorbeeld, zie. Ja. Dan, deze zit niet in de hoek. We kunnen best laten zien waar het zit. Ik zal deze kaart hier even neerleggen. Want de merkteken zit hier. In de linker, in de midlijn, zeg maar, zit hier. Ik zie hier een 6 en een S. Er zit maar aan één kant, dus in geen enkele hoek. Aan één kant. En er is er gedaan dat als je het spel in principe. Je kan hem echt zo openspreiden. Dan ziet de toeschouwer en jezelf niks. Want nu zit het aan deze kant. Ja, ze zien deze kaart. Maar als je een joker bovenop legt, heb je helemaal niks. En als je het zo openspreidt, dan zie jij in principe alle merktekens. Dus ik zie hier de Three of Clubs voor het idee. Ik zie hier de Five of Hearts. De Spades volgens mij. Ik zie de Six of Hearts, de Two of Spades. Dus je ziet eigenlijk King of Clubs. Je ziet alle kaarten perfect wat het is. Het ziet eruit als Bicycle. Het is Maiden Back. En dat heeft te maken met de meisje wat erop staat. Omdat Bicycle dit soort spellen eigenlijk niet meer drukt. Gewoon vanwege het hele. Pokerwereldje, zeg maar, dat ze geen bicycle spellen, gemerkte spellen in omloop willen hebben met bicycle. Zie dan één keer een doosje met My Power Deck. Precies. Hey, en voor de prijs, ja, €11,95. En dat is echt voor een gemerkt spel van bicycle kwaliteit, want dat wordt gewoon gedrukt door de United States Playing Card Company. Is echt een prima ding. Prima prijs ook. Hebben we in rood en blauw. Overigens. Ja, goed. We gaan er nu geen trucs van laten zien, dit is een hulpmiddel, maar je kan fantastische trucs doen met een gemerkt spel. Je moet even goed kijken. Zal ik het zo zeggen. Je kan hem wel zien, maar je moet eventjes. Ja, je moet weten waar het zit. Ik heb met deze toevallig wat meer gespeeld. En het is mooi weggewerkt ook in met de krullen en alles. Ja, in een beetje sierlijk, zeg maar. Even kijken, ik heb van alles liggen nog. Ik ga even dit erbij pakken. Ik heb hier namelijk dit. Ja, ik zag het.
Dus je moet even nagaan, hè. René was op vakantie en toen kwam dit al binnen. Ja, er kwam een doos binnen en zei Leon, heur, zijn allemaal dingen binnengekomen. Ik zeg, heur, wat is dat? Stiekem, kijk, ik zou eerlijk zeggen, ik zou nog niet weten hoe deze werkt. Ik heb gezien dat hij binnenkwam. Ik heb even stiekem een... Ja, het is een plateautje. De instructie hebben we nog niet gezien, zeg maar. Die hebben we wel ingescand. Kijk. Jij mag zo meteen deze voor de mensen thuis links, midden of rechts plaatsen. Ja, en even voor de tegenstander vanuit de mensen is dit links. Daarom vanuit jullie thuis zeg ik ook links, midden, rechts. En dan dit bedekken. Het ding is helemaal dicht trouwens. Ik bedoel, er is verder niks ook te zien. Alles is dicht. En dan mag je dit eroverheen zetten dat ik niet kan zien waar die staat. Goed? Dat is prima. Ga je gang. Nou, dan gaan we. We hebben dit ook niet afgesproken. Want het zou allemaal kunnen. We zouden heel veel kunnen afspreken. Daarom dobbelen we al veel om te laten zien dat we dingen niet afspreken. Mag je zeggen als je klaar bent? Ik ben klaar. Je bent klaar? Okay. Ja. Oh, makkelijk. Hij staat helemaal rechts. Ja. Plat. Et voilà. En helemaal rechts. Heel makkelijk te doen. Ja, nu weet jij ook hoe die werkt, hè? Toch? Ja. Als deze mislukt, dan ligt het ergens anders aan. Ik ben gewoon vervloekt. Dan ben je vervloekt. Ja. Je hebt, even het idee. Het is elektronica, maar je hebt geen afstandsbediening nodig. En dat is wel mooi, dat is geen verbinding. Het is een simpel systeem, maar ook zo mooi. En je kan het gewoon allemaal laten zien. Er is in principe niks te ontdekken. En toch, op het moment dat iemand iets plaatst... Ik bedoel, Leon wist het nog niet van tevoren. Nee, ik zal niet kijken. Oké, jij zal niet kijken. Oké. Ga je gang. Waar zit die hand erboven? Ja, ik moet even die frequentie moet ik even vinden. Ja, dat snap ik. Volgens mij zit hij van de toeschouwers links. Helemaal links. Kijk eens. Oeh. Nou, schitterend gemaakt. Exclusief Dynamo Magic item. Voor ons gemaakt. Kost €169 en heet Spirit of the Pharaoh. Je krijgt het in een mooie, stevige doos ook. Spirit of the Pharaoh. Volledig 3D geprint. Maar ik vind het wel tof gemaakt. Ja, als je nou wat mooie dingetjes houdt in een beetje een Egyptische stijl. Maar niet te ingewikkeld. Dan is dit zeker iets voor jou. €169. The Spirit of the Pharaoh. Nu heb ik nog wat leuks, René. Oké. Ik heb hier namelijk een Morgan Dollar. Oh, ja. Dus een replica Morgan Dollar. Net als deze die ik hier heb. En als je zou willen, kun je ook nog een munt hier uit de lucht plukken. Zie je dat? Hoppakee. Dat is een pokertje. Ja, maar deze twee ook. En het toffe is, als je zou willen, zou je dus een munt kunnen pakken. Die kun je zo laten verdwijnen. Als je blaast, zou je deze ook nog kunnen laten veranderen. En het toffe is, als je goed kijkt, kun je die ook nog terug laten veranderen in een Morgan Dollar. Die zou je kunnen pakken. En als je zou willen, dan kun je die munt ook nog helemaal laten verdwijnen. Dit is de truc Super Triple Coin. Wat gebeurt hier van Bluetooth Magic. Heel tof gemaakt. Ja, mogen we er eigenlijk een beetje van laten zien hoe het werkt? Of? Ja, weet je, het is, ik denk dat het misschien wel gaaf is om te laten zien. Ja. Weet je, mensen die de video kijken zijn normaal de mensen die geïnteresseerd zijn in goochelen. We zijn geen TikTok video die 10 seconden duurt en bij mensen in het gezicht geduwd wordt, zoals ze het noemen. Dus ik kan het laten zien? Ja, het is een idee ooit van Johnny Wong, ja. Hè, de Super Triple Coin. Bluetooth Magic heeft de rechten gekocht om deze te mogen produceren. Origineel product dus. It works like a dream, zou ik zeggen. Ja. Wat je krijgt is eigenlijk een speciaal gemaakte munt. Deze bestaat uit 3 delen. Ik zal het even laten zien. Dat is deel 1. Deel 2 en deel 3. En deze zijn voorzien van magneten en beplakt met stickers. Waardoor je ze dus kunt laten zien als een pokerchip of als een munt. Ja. En dat is in principe de werking. Die munten pakken heel mooi magnetisch aan elkaar vast. Ja, dat is bizar. Waardoor je de munten dus op magische wijze kunt laten verdwijnen en laten verschijnen. Ja. En het mooie is, als je nog een magneet zou hebben in je broek, dan kun je deze ook heel makkelijk wegstenen. Ja. Dat zo sterk zijn de magneten, zeg maar. Ja. Hè, een schitterend vandaag. We hebben er een uitgebreide instructievideo bij gemaakt. Ja. Zowel de Leon's versie als mijn versie. Onze versie hebben we weer een stukje van Bill Chung erin zitten. Ook weer van Johnny Wong. Dus het is een beetje een mix van alles wat. Je leert diverse mogelijkheden. Ook op het einde om de munt te laten verdwijnen, bijvoorbeeld. Ik laat hem weer anders verdwijnen. Als je Leon laat verdwijnen. Ja. Het is naar wat je leuk vindt of handig vindt. Super Triple Coin. Hey, en mensen... Eigenlijk bijna voor de helft van de prijs waarvoor je niet originele munten koopt. €49.
Ja, bizar. Het fijne vind ik zelf dus dollar per maand. Heel vaak zie je deze dingen allemaal in een half dollar. Ja, zeker. Terwijl zeker, mijn zeker. Ervaring met veel goochelaars juist grote munten gebruiken. Maar ik kan misschien ook aan mij liggen. Ja. Ja, ik vind het zeer tof. Ik ben heel blij dat we dit hebben. We hadden ook eigenlijk wel een model van N2G. Daar heb je met Chinese munten. Ik vind dit net iets leuker, maar dat is misschien omdat de eerste die we ooit verkochten ook zo'n heel tof, €49. Geen geld, tenminste niet voor wat het is. Dan heb ik hier nog iets anders, een standaard, een beetje een standaard truc zeg maar. Heel slecht. We hebben wat plankjes. Er zijn drie plankjes. We zullen ze even hier zo lang bewaren zeg maar. Zo. Zo. En we hebben een voetstukje. Ja, wel voet bij stuk af en toe. Hè? Voetstukje, zo. Ja. En als je nou die plankjes, zeg maar, zo erop zet. Zo, dat is 1. Dat is 2. Ik kan het goed tellen, Leon. Ja, ik heb geleerd ooit eerst. Ik denk dus ook weet wat dit is. 3? Dat is 3. Goed, zit 3. 3. Zet die hier zo. Zo, flexie. Dan kun je namelijk, als je je vingers knipt. Dat is 4? Nee, dat niet. Nee. Maar dan hebben we nu plotseling hier ik ben even de naam kwijt, hoe het ook heet. Een mooi attribuut staan. Ik ben de naam kwijt. Ja, en dit, mensen, is het laatste nieuwe effect van Anthony Yap, Retro Rocketeers. Ja. Schitterend mooi, deze keer ook, schitterend mooi gemaakt. Ja, schitterend mooi gemaakt. Voorheen had hij alleen maar 3D-print, nu is eigenlijk alleen dit nog 3D-print. En de rest allemaal mooi gelezerd en gesneden, noem maar op. Ja, het is werkelijk mooi gemaakt. Het mechanisme en alles wat erin zit, ja, dat is ook mechanisch allemaal prachtig gemaakt. Ja, mooi. €215. De Ultimate Triangle Mystery. Eigenlijk gebaseerd op een auto-leven in Okito. Allerlei andere mensen die ooit dat soortgelijk iets gemaakt hebben. Schitterend mooi gemaakt. €215. Ook een exclusief dingetje. Dat je eigenlijk nergens zult vinden. Sterker nog, volgens mij hadden we vandaag 11 dingen die je nergens hier vindt. Dus we hebben een update vol met bijzondere items. Ja, we zijn er niet klaar. Ik ga mijn telefoon even wegleggen, want die zoomt auto. Ja. Ik heb hier een E. Ja. Kijk eens hier, ik zal even laten zien. Wat is dat voor een raar ding dan? Dit is een heel speciaal dingetje. Ik ben benieuwd. Als je goed kijkt, dan zit hier een rood balletje. Dat en hier een groene. Dat zie ik ook. En sommige mensen zijn kleuren ben te denken dat misschien dit andere kleuren zijn. Nee, maar ik zal hem even midden vastpakken, dan kan iedereen er beter zien. Het tof is, die rode zit namelijk aan die groene vast. Logisch. Terwijl dat die rode ook aan de blauwe vast zit. Terwijl dat de blauwe ook aan de gele vast zit. En de gele zit ook weer aan de groene vast. Stop toch zo even, wacht even. Je hebt hier nou een lang touw. Ja, hier een lang touw. Maar dat had je daar een lang touw. En dit is een kort touwtje. Ja, maar net trok je eraan, was in één keer lang touw. Huh? Ja, maar ik kan hier aan trekken, kijk, dan wordt die weer lang. Ja, maar nou is de... Ja, dat is niet alles. Als ik nou omdraai, kijk, dan zie je dat het blauwe touwtje aan de gele vast zit. Ja, dus maar de blauwe zit ook aan de rode vast, dat de rode ook aan de groene vast zit en de groene ook weer aan de gele vast zit. Je zegt niet dat die blauwe niet ook nog vast zit aan de groene? Dat blauwe? Ja. Ja, dat kan. Als je blaast, dan kun je zien dat we zelfs twee lange touwtjes hebben. Je kan er soms ook geen touwtje aan vastknopen. Maar het tof is, je kunt hem ook nog aan elkaar houden. En dit is de pompom stick. De mini pompom stick deluxe. Een zakje bij. Ja. Van Alan Wong? Nee. Ja, sorry, Alan Wong had, we zijn Alan meteen Wong begonnen, had, dus ja, ik heb het niet gezien. Dat is er niet gezien. Ik heb deze gisteren online gezet. Dit is de mini pompom stick, inderdaad. Blijft die plakken? Is dat een... Oh, nee. Ah, blijft dat plakken. Magnetisch. Of magische wijze. Maar dat werkt natuurlijk niet. Mini pompom stick deluxe. Uit Duitsland. Degelijke kwaliteit ook. Uit Duitsland, dus degelijk. €69. En hoe makkelijk is deze ook? Ja. Moeilijkheidsgraad van 1 tot 10. 0 makkelijk, 10 moeilijk. 2, laten we zeggen. Als we 1 zeggen, dan gaan we hem vastgenomen. Ja, je moet vastgenomen. En het verhaaltje maakt het hier. Het is eigenlijk natuurlijk van een Ali Bongo weer een fantastische routine ermee. Dan kun je de hele oude video die op de site hebben staan van Ali Bongo kun je bekijken. Dan zie je een beetje wat ermee kan. Ik doe dit zelf. Hoe is dit origineel eigenlijk, vraag ik me af? Is dat van Ali Bongo? Ja, ik weet dat Kovari ze gemaakt heeft. Ook. Maar ik weet niet, even nu eerlijk gezegd, niet wie de originele bedenker van deze is. Maar er is vast iemand die dat weet. Rafael, we zouden het weten. Sowieso een Ali Bongo
alles weten, dus die weet ook waar dit vandaan komt. Maar mini pompomstick, 69 euro, gemaakt van licht metaal. Kijk, in het zakje doen is ook een moeilijkheidsgraad van 2. Precies, precies. Ja, dan... wat gaan we als bijpakken meteen? Ja, doen we. Nou, we beginnen even zo. Ik heb een spel kaarten, zoals je ziet. Verder niks speciaals. Pak even ongeveer de helft. Zo. Als jij deze wil schudden, schud ik deze. Ja, dat is prima. Gewoon even dus goed op elkaar zetten, dat we mensen niet denken dat we alle dingen op volgorde leggen of wat dan ook. Ja, ze liggen helemaal op volgorde, een grapje. Zelfs nog een keer schudden, dan denk ze dat ik echt kijk. Okay. Ruilen we stapeltjes, mag je ze even een beetje zo openspreiden? Ja, openspreiden. Ja, als je zeg maar zo een beetje dit hebt. Oké, okay, mag je ook van de helft pakken ervan? Ja, zo. Oké, okay, ja precies. Mag je deze kaart hierop leggen? Maak het lekker moeilijk. Gooi ik deze weer hierop. En dan mag je de hele stapel hierop gooien. Dan weten we zeker dat alles geschud is. Daar gaat het om. Spel leggen we even hier neer. Want ik heb namelijk 4 plankjes. En aan die plankjes, op die plankjes staan... en deze 3 zijn allemaal getallen. Allemaal verschillend. Mm. En deze allemaal kaarten. Ze ook allemaal verschillend. Ja, dat zie ik ook wel. Ja. Ik heb hier een plank voor mijn kop. Sorry, ik moet even. Leon, jij mag zo meteen die planken. Ik zal ze wel zo neerleggen. Ik zal zo neerleggen, de mensen kijken zo mee op de camera. Jij mag die plankjes neerleggen, maar je mag zelf weten of ze zo of zo moeten liggen. Ja, ga je gang. Ik ga even wat andere attributen erbij pakken die we zo meteen gaan gebruiken. Ik zal ze nog even schudden, dan mag ik wel leggen. Ja, dat mag allemaal. Ik zal de nummers deze zo neerleggen voordat ze nou, dus lezen wij, zijn, wij moeten ze kunnen lezen, dan liggen ze goed voor de camera boven ons. Zeg wat, ik doe gewoon lekker gek. Wacht maar. Het is bijna de elde van de elde, je doet lekker gek. Dat was je keus? Dankjewel. Oké. Okay. Dan heb ik hier 4 chips. En aan de achterkant staan letters. A, B, C en D. Jij mag bij elk plankje een chip leggen, een fiche leggen. Je mag zelf kiezen waar. Ja, ik doe het zelf zonder te kijken. Dan, ja, dat is een goed, goeie, eerlijk. Dat ze, dat, nee, okay. Ja, vind ik goeie, vind ik goeie. Dat mensen daar, die denken ook weer, ja, nee, ik gewoon op. Weer niet echt. Hoezo weer niet echt? Yes. Oké, dan doe het zelf aan deze. Hier staan, even wat idee, 1, 2, 3, 4 op in Romeinse tekens. Rustelen. Oh shit. Oh ja, ik zie hem liggen. Nee. Dat is nummer 1 die gevallen is. Hoort er niet bij, die mensen. Dat is nummer 1 die gevallen is. Nou. Welke was deze? Ja. Oké. Okay. Dus we hebben dit. Zo hè? Ja. Okay, let op. We hebben hier een 4 en een A. We hebben hier een 2 en een D. We hebben hier een 1 en een C. En ja, we hebben hier een 3 en een B. Oké. Okay. We hebben 4 ringetjes. Je mag die 4 ringetjes neerleggen op hetgeen wat hier staat. B3, dus je hebt B. Yes. 1, 2, 3. Dus yes. Dezelfde, in dit geval ruiten 7. Yes. En want hetzelfde voor die andere dingen. Dus C1. Mijn 4 staat erbij. C1, hè? Dit is C. Oh ja, C1, sorry. Ja. En D2. D2, 29. En A4. Kijk, hebben we nou Lingo dan? Of Bingo? Of... Weet ik niet. Maar we zouden wel een rekenmachine kunnen gebruiken. Dat doen we nu even uit ons hoofd. We gaan hier hebben dan minnetjes. Pakken we even het getal. We hebben 29. Ja, dus even min 4 en min 2. Dus ja, 6. 29 min 6. 29, ja, ik wil het per stuk doen. 29 min 2, 27 min 4 is 23. Zijn jullie met me eens, hè? 23. Ja. En hier is een ruiten 7. Zou jij het kaartspel willen pakken? Ja. En één voor één kaart van bovenaf willen tellen. Je mag ze ook omkeren. En dan gaan we op zoek naar de 23ste kaart. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, we moeten een beetje tijd vullen. Is dat zo? Oh. Ja, en dan heb je er wat mee gemaakt. 21, 22, 23. 29 min 6 zou... 23 zijn en we hebben ruiten 7 hebben allemaal uitgezocht. Zou het wel heel sterk zijn met allemaal die onzin die wij gedaan hebben, dat klopt niet met een schutkaartspel. Dat zou mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn inderdaad. Ik hoop het ook dat zo is. Tada! Ik vind dat toch tof, niet?
Ja. Alles geschud, alles gemixt, dit gemixt, willekeurig, plankjes willekeurig neergelegd. En alles mag uiteindelijk klopt het ook nog. Alles mag gecheckt worden, gecontroleerd worden inderdaad. Arcan, oftewel any card, any number, boards, cards en numbers. Ja, ik vind dit super leuk. Ja, leuk dingetje. Kost €59,95, je krijgt alles erbij. Ook hiervan hebben wij zelf een instructievideo gemaakt, dat komt uit Japan. En daar is alles niet zo uitgebreid, of in het Japans, wat dan ook. Of beschreven. We hebben er een video bij gemaakt, zodat je het prima kunt leren. Aanrader. Arcan, met een C. Boards, cards en numbers. Super ding, super ding. Ik heb ook nog iets. Nou. Ik begin ook met een C. Ah. Ik heb hier een mapje. En dat mapje kan open. Nou, dat is wel een bijzondere truc. En het kan ook nog dicht. En een mapje open begint met een C. Ja, en als je dat mapje omdraait, kijk. Gaat hij ook open en dicht. Nou, dit vind ik echt wonderbaarlijk. Ja, ik heb het niet bedacht. Maar het mooie is, hierin zitten twee mesjes, zoals je kunt zien. Licht hout. En licht donker en donker hout. Goed zien, ja. En ik ga één mesje eruit halen. Dat mag wel. Ik pak even de... Dat mag zeker. Ah, de lichte pakken we. Ja. Let op. René, als je dat lichte mesje pakt, ja. En doe dit. Dan heb ik hier het donkere mesje. Hè? En dan zit, als het goed is, hier een lichte mesje. Zie je dat? Weet je wat, we gaan... Ja, kijken of het ook nog iets anders kan. Let op. Een bruin mesje. Ja, allebei zijn het bruin. Het donker en licht, ja. Ik zal er eentje pakken. Even boven de mat, ja. Yes. De lichte. De lichte. Ja. Dat kun je zien, hè, want die is lichtkleurig. Ja, tuurlijk. Ja. Kijk, als je dan even dit doet. Let op. 1, 2. Je kunt dit doen, maar je kunt allerlei dingen doen. Ja. Ik zal het zo doen, dus misschien mooier. Mesje, als ik dan dit doe. Hey. Dan heb ik hier het donkere mesje. En hier... Het lichte mesje. Wat? En als je wil, mag je het mesje controleren. Hè? Ja, het is gewoon een mesje. Mooi, hè? Ja. En tof is, wat je ook kan doen trouwens. Heel veel mensen zeggen, ik kan het ook met andere kleuren mesjes. Dat kan, als je dat wil, dan kun je dat ook met rode mesjes doen. En deze truc heet dus Eclipse. Eclipse. Eclipse, sorry. Eclipse. Ja, ja, als je dit weg zou zien, dan ja, is het Eclipse. Ja, dit is een C. Ja, ja, ja. Maar dit is Eclipse van DM Magic Craft. Ja, DM Magic Craft, moet even nadenken. Ja. En het komt compleet. Ja, je krijgt het compleet met alles wat je net gezien hebt. Ja, en ik wou net zeggen, er zit nog iets bij. Ja. Maar het komt compleet met alles wat je nodig hebt. Ja. Allemaal hout. En mooi gemaakt, vind ik. Handgemaakt, met hout bewerkt, allemaal schitterend gemaakt. Ik zal het even zo doen. Voor de prijs hoef je het ook niet te laten. Dit krijg je dus. Eclipse Color Changing Knives, €54,95. Ja. Volgens mij kan wel het mapje van kleur variëren. Ja, ja, soms hebben ze licht bruin, soms zwart. Ja. Je kan het niet aangeven of kiezen, want we weten niet precies wat er ligt en wat we nog hebben. Kijk, dan als ik eerlijk moet zijn, ik vind het een mooie set. En ook voor het geld, want we hebben andere sets van... Ja, we hadden sets van €125 of €150 gehad. Ook mooi trouwens hoor. Ja, maar en ik weet dat TCC ook matches te maken gebracht heeft, maar ik vind deze heel mooi. Als ik eerlijk moet zeggen. Oké. Mooi. Eclipse Color Changing Knives, €54,95. Dan heb ik hier nog iets moois. Een grote dobbelsteen. Maar sterker nog, ik heb er nog één. Zie. En nog één. Kun je eens een toren van bouwen. Zo. En... nog eentje. Zo, dat we daar bovenop zetten. Zo. Zo. Dan heb ik een koker. Die is verder helemaal leeg. En die laat een beetje de vorm zien van de dobbelstenen. Van groot naar klein. Dus je kan er zo overheen zetten. Zo, zie. Zie. Maar nou is het grappige. Als je deze omdraait op deze manier. Zo. Als je omdraait. Dan staan ze op de kop, zou je zeggen. Zie. Maar dan staan ze nog steeds rechtop. En dat is natuurlijk een beetje raar. Dat is een beetje onlogisch ook. Want... ik had ze toch echt omgedraaid. Nou, dit nog een keer. Wacht even, ik zal hem zo omdraaien. Zo zijn ze. Zie. Het dekseltje gaat erop zo. We draaien ze om, zie. En dan staan ze dus ondersteboven, zou je zeggen. Maar dat is toch op zich vreemd te noemen niet. Hoe kan dat nou? Ik vind het op zich wel een beetje raar. Ik doe nog even een keer zo. Waar zitten ze echt gewoon rechtop. Zo, toch? Nou, als je dit niet genoeg vindt, kunnen we nog iets toevoegen ook. Door dit staan ze niet alleen rechtop. Zie. Maar dan zijn ze ook nog gekleurd. Nou, zie. Blauw,
rood, geel en zwart. Dit is Dice Pyramid. Ja, een oud effect al, maar deze is ook weer heel mooi gemaakt door Tora. Ook de materiaal, die glitter, dobbelsteentje zeg maar. Heel erg mooi. Ja, en we verkopen versies van dit ding over de €300 uit Polen. Heel mooi ook. Maar dit is net zo goed. Sorry, heb ik niet gezegd. Ja, en deze is volgens mij ook iets kleiner. Ja, is kleiner. €99. We hebben deze ook enorm veel verkocht, mag ik best zeggen. We zijn aan de tweede levering bezig van deze set. Het is zelfwerkend. En als je dat verkleuren, want eigenlijk wil ik niet, laat je dat niet zien, kan ook. Maar het is het idee dat de koker telkens omdraait. Overigens hebben we ook een versie met twee torens, iets kleiner. Ik kijk de toeschouwer een toren aan jij, en bij jou staat alles steeds rechtop. En met toeschouwer gaat het omgekeerd. Moet je ook even kijken, ik weet nu even niet de naam. Thijskouwers? Nee, is Tenjo. Of niet voorbereid. Maar check even de site, Tora Magic Dice. En dan, of kijk bij de nieuwe items, dan vind je hem zeker. Schitterend mooi gemaakt allemaal. Hout. Mooi afgewerkt. En je krijgt gewoon kannen klaar zoals ik hier nu heb. Krijg je gewoon in de doos met een video instructie erbij. €99 mensen. Daar heb je dus drie voor de prijs van waar je normaal eentje voor hebt. Ik vind dat echt bizar. Mooi. Maar Tora maakt momenteel massa, maar wel voor een goede prijs. Als je er heel veel koopt. Heb jij nog iets? Of zijn er al doorheen bijna? Heb je nog een stoel? Ja, die is niet te koop. Alles is te koop voor goede prijs. Nee, dat was hem, dacht ik. Oké, dan pak ik dit er even bij. Want de laatste tijd is ook wel wat gedoe geweest met ballonnen. En, ik zag een keer een berichtje dat die firma... De firma Coralatex, Pioneer Balloon, die ook de modelleerballonnen maakt bijvoorbeeld, is failliet. En die worden niet meer geproduceerd. Dus wij hebben geen Coralatex 260Q ballonnen meer. En we zijn op zoek gegaan naar een goed alternatief. We hadden dit ooit al eerder. Naast de Coralatex, maar hebben we toen, omdat we de ballonnen niet oud willen laten worden, zijn we gegaan toch voor één merk maar. Omdat één merk dan snel verkoopt is, dat mensen moeten gaan kiezen. Maar nu zijn we compleet overgestapt op Sempertex en hebben alle assortimenten, zoals ze dat noemen. Ja, de 260Q. 260Q gemixte zakken hebben we alle soorten van op voorraad. Mooi zijn ook heel sluitbaar zitten. Ja, ik vind deze kleur ook eerder misschien ook mooier en feller. Veel vrolijker. Ja. We hebben hier nu toevallig drie soorten liggen. Dit is de Fashion. Dit is Tropical. Ja, dat is standaard. Dit is Tropical. En dit zijn in neon. Hier, dus die ligt op het donker nog. En de prijzen zitten zo van €12,95 tot €13,50. Dus geen nood. Er zijn er gewoon steeds modelleerballonnen verkrijgbaar. Het is een heel goed merk. Ik denk eigenlijk gewoon het beste merk wat er nu op de markt is ook. Zeker vergelijkbaar ook met Coralatex. Er wordt ook heel veel gebruikt in de decoratiewereld, Sempertex. Dus als je ballonnen wil leren maken, of al maakt en je hebt ballonnen nodig, geen paniek. Ja. Wij hebben jullie gewoon weer voorzien van alle ballonnen. We hebben gezorgd dat alles gewoon weer op voorraad is. Ik heb hier nog één ding liggen. Maar dat is meer een algemeen iets. Ik laat even iets zien. Gewoon voor het idee. Leon, ik zal het zo doen. Dan hebben we de camera boven. Allemaal verschillende kaarten zoals je ziet. Mm-hmm. Je mag ergens stop zeggen als je zelfs wil. Stop. Pak de kaart even, bekijk hem even. Onthoud hem goed, laten we op de camera zien ook. Ja. Boven en voor. Ja. Yes. Ja. Hier voilà. Kaart in het spel, ik weet niet waar die ligt. Dus, dit is een zelfwerkende truc. Ik hoef alleen maar bovenop te tikken en jouw kaart stijgt vanzelf naar boven. En de schoppen 5 ligt bovenop het spel. Nee. Hoe goed is dat? Jawel, de schoppen 5 lag bovenop het spel. Dat die lag boven mijn spel, maar dat was niet mijn kaart. Dat was niet jouw kaart? Nee. Wat had je wel gekozen dan? Schoppen 2. Oh, schoppen 2. Dat is geen probleem. Schoppen 2, oké. Schoppen 2 heeft een voordeel als je daarop drukt zo. Dan veranderen alle kaarten, behalve de onderste kaart, veranderen in schoppen 2, zie je. En dan heb je gewoon een compleet spel met alleen maar allemaal schoppen 2. En als je dan je vingers knipt, zijn alle kaarten weer compleet verschillend. Nou, waarom laat ik dit even zien? Dit is hoe wij hier in de winkel een Svengali deck, hoe ik in ieder geval het Svengali deck demonstreer. Want onlangs heeft namelijk Quick Patty uitgebracht de Svengali Project. Ik ga hem even voorzetten, want die video's die ze meestal maken van elke zaam en Krik Patty zijn het is geen kritiek, maar ze zijn niet kort, inderdaad. Nee. Je mag zelf je conclusie verbinden aan de rest. Dus je krijgt een Svengali deck en uren
aan routines en ideeën met Svengali. Want je kan veel meer dan wat we nu hebben laten zien met Svengali, als je over nadenkt. Je kunt hele sterke routines. Overigens, laat dit de toeschouwers zien zoals wij dit doen. En mensen vallen van hun stoel als ze erop zetten. Ja. En nog een tip, als jij moeilijk in slaap kan vallen. Nou ja. Zet de instructievideo op en je slaapt als ik krijg. Maar het is geen kritiek hoor, maar het zijn gewoon lange video's. Het zijn over het algemeen echt lange video's. Ja. We krijgen van soms wel eens van mensen het verzoek. Ik had graag die truc, de nieuwe truc voor LKSM. En doe er even zo'n video van jullie bij. Waarin jullie even gewoon uitleggen hoe de truc werkt. Ik hoef allemaal die andere dingen niet te weten. Het is goed hè, dat ze credits geven. En productiegeschiedenis ingaan. En versie 1, 2, 3, 4, 5, 6 laten zien. Ja. Maar ook zelfs voor ons. En dat wij willen vaak voor in bij een truc zien hoe de Elmsley account gaat. Dat je dan niet kent. Dan gaan ze de hele Elmsley account uitleggen. En dan denk van, ja, maar het is goed hè? Dat is goed dat ze dat doen, maar aan de andere kant denk ik, heel veel mensen weten wel hoe een Elmsley account gaat, plakt het achteraan even ergens, dan weten wij in ieder geval hoe de truc werkt. Juist, dat is, wij willen vaak bijvoorbeeld voor in de winkel even te kijken, stel voor over deze update, we moeten even twee trucs pakken, of we willen even een truc, nou dit is een slecht voorbeeld, een hele andere truc, kijken we even hoe die werkt, dan moeten we 4 uur kijken om alles eruit te filteren wat we willen weten. Terwijl het misschien een sneller doorloop en dan minuten, daarna een uitleg, uitgebreid uitleg, misschien handiger zijn. Maar goed. Svengali project, absoluut een aanrader. Ja. We hebben ook de Mirage project, hebben we ook. En de Cheek to Cheek is ook nog. Allerlei projecten. Oh, van alles hebben we. Svengali project kost €29,95. Compleet met een Svengali deck uiteraard erbij. Van Quick Patty. Het zijn gewoon wel aanraders. Als je sterke effecten wil hebben, eigenlijk die makkelijk te doen zijn, zijn dit soort dingen echt. En het is geen geld dat je dat omrekent naar die uren die de, nee. Dat je erin gestoken en heeft. Wat je daarmee kunt ook, want je hebt vast wel eens duurdere trucs gekocht die niet zo sterk zijn als deze. Dus dat. Als laatste heb ik nog dat de nieuwe Tenyo's bijna onderweg zijn. Die komen meestal midden eind november uit. We roepen altijd voor Sinterklaas voor kerst, maar als het goed is komen ze nu eind november komen ze uit. Je kan ze allemaal pre-salen, oftewel vooruit bestellen op onze website. We hebben ook een speciale prijs voor alle 4. Er komt nog een 5e ook uit, die hebben we nog niet op staan. 5e item. Dat hebben we nog niet gezien. Dus die kun je allemaal voorbestellen. Tenyo 2025 lijn. Allemaal te zien in de webshop. Ja, voor de rest, we hebben geen lezingen momenteel gepland staan. We hadden er eentje in het vooruitzicht, maar die heeft gecanceld omdat hij te ver vond rijden. Hij maakte de hele tour door Duitsland nog naar Nederland eventjes. Anders hadden we die ook hier gehad. De hele tour door Duitsland, van noord naar zuid. Dus, ja, precies. Hij zat ook best wel in de buurt. Maar goed, dat gaan we niet verklagen. En voor de rest, de winkel is gewoon geopend zoals normaal. De livestreams zijn nog steeds elke 2 weken. Dus dat is, over 2 weken is er weer een livestream. Nummertje 152 inmiddels. En voor de rest hopen we jou te zien of in de winkel, of misschien wel zien we een bestelling van jou online, of via de telefoon. Of via WhatsApp. Of via WhatsApp, ja precies. Ja, of we zien je de volgende keer in de livestream. Nou ja, dan zie jij ons, wij zien jou niet. Ja, nee dan, ik zit er niet bij dan. Hè. Mijn livestream niet? Ik bedoel de live update. Ja, maar ik bedoel de update zie ik ook geen. Wij zien de mensen niet, mensen zien ons, maar wij zien de mensen niet. En wat doe je dan nou achter dat toetsenbordje daar? Oké, mensen, dit was nummertje 150. Tot de volgende keer. Tot de volgende, hoi.